Hey Harmke, we zijn hier in het Spijkerkwartier in Arnhem, dat is een wijk. En we zijn hier om een ene Patrick te bezoeken. Wie is Patrick? Patrick is een rapper. Wat dan is het buurtgroenbedrijf, wat we daarmee doen. Spijkerswand, spijkerregie, buurtwaterbank natuurlijk eigenlijk belangrijk, dus simpelweg spijkerkwartier, alle dingen. Ja, dan zie je hierachter hebben we de grote weerplaats. Tot hier hebben we spijkerbikes, die maken de fietsen. Het mooiste vond ik een actie dat we op de Steenstraat hebben we bomen en boomcirkels op een zaterdag gedaan. Nou, er waren echt meer dan 100 mensen. Echt met z'n allen eigen bomen en planten en een boomcirkel erin maken. Nou, super. Nou, hierboven spijkerswand. Dat doen we vanuit Dazo. En Dazo is dan de boom. En daar zitten heel veel vruchten in. Al die maatschappelijke bedrijfjes zijn alle vruchten. Maar zonder boom geen vruchten. Zonder vruchtbare grond geen boom. Dus aan de organisatiekant moet er zeker ook capaciteit zijn om dit allemaal te ontwikkelen. Dan werken we daarin samen met de overheid, kennisinstellingen en bedrijven. Wij werken zo integraal in iemand die, dat er iemand was geloof ik die in dat buurt klusbedrijf aan de slag was. En die bleken de ene keer daar eigenlijk niet meer te kunnen komen werken omdat ze dan met zijn schuldsaneringstraject in problemen kwamen. Ja, maar in ieder geval dat je eigenlijk hier integraal iets voor elkaar wilt krijgen, maar je loopt vast in die sectorale organisatie. Het geld wat er dan is, dan zit er een projectleider op van de gemeente die rechtstreeks met dat consortium overleg heeft. Mm-hmm. Daar zit nog weer iemand tussen die dan vooral de Excel-spreadsheet wil zien met precies doorgecalculeerd wat het allemaal kost. Ja. Daar zit nog weer een programmamanager boven die dan over het hele programma gaat van de energietransitie. En die moet het dan weer naar de wethouder brengen, omdat de wethouder daarover moet besluiten. Ja. En in de basis gaat het er volgens mij om dat je eigenlijk wanneer je vanuit die energie in die wijk actief wil zijn, dat je elke keer ook vanuit de komende wijk moet willen redeneren. En dat betekent dus eigenlijk wel ergens een stip neerzetten, maar vooral klein beginnen. Ja, en dat die hete adem nu, die we met elkaar in de nek voelen, van we moeten iets en we moeten hard. Ja, eigenlijk denken we met elkaar volgens mij te voelen dat we de luxe niet kunnen permitteren om klein te beginnen. Maar volgens mij ja, moeten we daar gewoon wel willen blijven doen. Patrick, waar ben je nou het meest trots op? Ja, nou ja, het mooiste vind ik als mensen hier hun passie vinden en vanuit hun passie dat je ziet dat ze energie krijgen en vanuit daar in één keer weer in de flow komen en dingen gaan doen. Dat is zo gaaf.